Hey, het is Mel hier en goed dat je kijkt naar deze nieuwe video over visualiseren. En ik ga in deze video een aantal tips met je delen die je kunnen helpen om visualisatie te oefenen. En waarom is nu visualisatie zo ontzettend belangrijk? Visualiseren wordt in de yogafilosofie ook wel bhavana genoemd. En het is niet voor niks dat de yogi's daar al zoveel jaren geleden al een essentieel onderdeel van gemaakt hebben tijdens je practice. En dat is omdat het visualiseren eigenlijk nodig is om datgene te creëren, tenminste eigenlijk kracht bij te zetten, wat je wilt creëren in de wereld. Dus ze zeggen ook wel van, je kunt niet creëren wat je niet kunt visualiseren. Dus wanneer je echt iets tot in detail voor je ziet en dat keer op keer eigenlijk je aandacht en energie naar stuurt, zul je ook merken dat het gemakkelijker wordt om uiteindelijk ook dat doel te bereiken. En daarom is het dus zeker de moeite waard, maar tegelijkertijd ook wel iets, visualisatie binnen je yogales, misschien een puntje van aandacht, omdat je merkt dat je het lastig vindt om te visualiseren. Een voorbeeld, als we wel eens in een yogales zeggen, als ik even voor mezelf spreek, van visualiseer de stroom van de adem. Dan kan het zijn dat je op dat moment zoiets hebt van, nou, ik heb geen idee, ik weet niet hoe ik me dat voor kan stellen. En de eerste ingang die dan ontzettend kan helpen is om je aandacht te brengen, dus eigenlijk je gevoel te brengen naar wat het gevoel van de adem in je lichaam teweeg brengt. Dus zonder direct een plaatje in je geest te willen planten, kijk of je eerst kunt ervaren wat die adem in je lichaam doet. En dan merk je misschien wel dat wanneer je dat keer op keer oefent, of wanneer je een andere visualisatie krijgt, niet zozeer heel erg geforceerd te focussen op een bepaald plaatje die je in je hoofd moet hebben, maar kijk of je dat even los kunt laten en meer kunt gaan richten op het gevoel wat je daarbij hebt en wat je ervaart in je lichaam. En dan merk je misschien wel dat langzaam ook het visualiseren ontwikkeld wordt. Dus juist zonder te forceren, het even los te laten, zul je merken dat je misschien juist daarin heel veel stappen kunt maken. En het helpt je ten eerste in je practice om wanneer je bijvoorbeeld een uitdagende houding gaat doen, je door middel van visualisatie daarop voor te bereiden. En door jezelf keer op keer in die houding te zien, voordat je überhaupt de houding aangenomen hebt, zul je merken dat het ook makkelijker wordt om uiteindelijk ook in de houding te zijn. En wanneer je dat helemaal gevisualiseerd hebt en vervolgens het belichaamt, zal je merken dat wanneer je dan die uitdagende houding vaker doet en op die manier doet, dus eerst visualiseren en dan vervolgens in de houding komt, dat wanneer je dat een aantal keer herhaalt, dat dat ook uiteindelijk in je practice gemakkelijker gaat. Dus opnieuw eerst visualiseren en dan creëer je als het ware je houding. Dat is eigenlijk voor je practice, maar wanneer je het gaat brengen naar het dagelijks leven en je bijvoorbeeld heel veel angst ervaart, ik zeg maar iets, je hebt heel veel angst voor allerlei verschillende dingen. Wanneer jij op dat moment niet kunt visualiseren dat er een leven is zonder angst, dan zul je ook altijd als het ware in het patroon blijven zitten van het er keer op keer ervaren van angst. Terwijl wanneer jij visualisatie traint, wat eigenlijk natuurlijk heel goed kan op de mat, want zoals ik het net al aangaf, de stroom van de adem, jezelf visualiseren in een houding en vervolgens in de houding zijn en dat keer op keer oefent en jezelf daarin de tijd geeft, zul je ook merken dat je dat mee kunt nemen naar het dagelijks leven. En als het ware daardoor een patroon kunt gaan doorbreken van bijvoorbeeld het leven in angst naar meer vrijheid te ervaren, meer de angst naar de achtergrond te verplaatsen. En dat is voor de een veel makkelijker dan voor de ander. De een heeft daar heel veel moeite mee. De ander die kan eigenlijk al, ik zeg maar iets, die kan zijn droomhuis realiseren. Die kan zijn
droombaan realiseren. En die kan dat dus zo tot zo in de details eigenlijk keer op keer visualiseren. Dat uiteindelijk ook hetgene is wat gecreëerd wordt. Maar een ander kan daar weer best wel weer wat meer moeite mee hebben. En beide is heel erg oké. Maar het wil niet zeggen dat degene die daar moeite mee heeft het niet kan trainen. Dus pak het heel klein en heel laagdrempelig aan. Eerst in je practice en kijk of je het ook naar je dagelijks leven kunt brengen. Om daar meer uit te halen. En in de yoga filosofie, als we dan daar weer even op terugkomen, geven ze dan eigenlijk ook aan van waar je aandacht naartoe gaat, daar gaat ook je energie gaat daar naartoe. Dus hoe meer je als het ware je aandacht en je energie kunt sturen naar dat beeld wat je visualiseert en vervolgens als het ware ook als een beeldhouwer maakt, zul je merken en eigenlijk creëert, zul je merken dat je veel meer energie kunt sturen naar datgene wat belangrijk is. En hoe minder je het lekt naar zaken die je eigenlijk veel verder afbrengen van dat doel, die visualisatie die je voor jezelf gemaakt hebt, datgene wat je wilt veranderen, die patronen die je wilt doorbreken, zul je merken dat wanneer je dat lekt, dat het veel lastiger wordt. Omdat je hebt er minder energie naartoe die je daar naartoe kan sturen. En wanneer je het als het ware als een vergrootglas kunt brengen naar datgene wat belangrijk is en je daarop kunt focussen, zul je merken dat het ook uiteindelijk wat makkelijker wordt en dat er heel veel kracht bij gezet kan worden. Dus het is zeker de moeite waard om dat heel laagdrempelig en heel klein te gaan proberen. En misschien ook wel steeds verder uit te gaan bouwen voor jezelf. Zodat je op die manier eigenlijk je droomleven kunt realiseren. En om dat met eigenlijk heel laagdrempelig daarmee te beginnen, is het ontzettend fijn om wanneer je visualisatie wilt oefenen, om dan je ogen te sluiten en de prikkels om je heen daarmee te verminderen. Dus ga even rustig zitten, sluit je ogen, breng bijvoorbeeld als je heel laagdrempelig wil beginnen, breng je aandacht bij de adem en vervolgens kijk je of je je eerst bij het gevoel van de adem kunt brengen en vervolgens misschien ook wel de adem langzaam kunt gaan visualiseren, hoe de stroom van de adem door je lichaam beweegt. En wanneer je dat, wanneer de prikkels wilt verminderen, zeg ik ook altijd van, het kan heel fijn zijn om het dan in de ochtend te doen. Net wanneer je uit bed bent om te gaan zitten, de oefening te doen. En eigenlijk op dat moment direct vanuit het wakker worden te gaan in de oefening. Omdat je dan daartussen nog heel weinig prikkels hebt gehad. Veel minder afleidingen. Waardoor je lichaam of je mind eigenlijk nog heel rustig is. En je op die manier gemakkelijker kunt focussen. En gemakkelijker je energie kunt brengen naar de oefening. En daardoor ook meer kracht kunt zetten. Naar je doel eigenlijk van de oefening. In plaats van dat je eerst bezig bent met alle prikkels en afleidingen die je de dag door hebt meegemaakt om eerst los te laten, kun je eigenlijk veel sneller, veel effectiever de practice ingaan. Dus dat is zeker een tip die ik je mee wil geven om eens te proberen. Al is het 5 minuten in de ochtend. En daarbij is het ook belangrijk dat je de emotie die daarbij komt kijken niet vergeet. En desnoods, als dat keer op keer terugkomt of als je keer op keer een bepaalde visualisatie hebt, maak daar dan een aantekening van. Ook na je practice, schrijf het op. Al is het ook daar, probeer er niet te lang over na te denken. Dat je het niet als het ware in je hoofd wilt gaan, direct wil gaan beargumenteren waarom dat zo terugkomt. Kijk of je het gewoon direct vanuit je meditatie op kunt schrijven. En wanneer daar een patroon in zit, mee te nemen. Dat kan je zeker helpen om uiteindelijk dieper die visualisatie in te gaan en steeds verder eigenlijk het visualiseren te gaan ontwikkelen. Goed, mocht je het nou ontzettend leuk vinden om vaker van deze tips te ontvangen van ons en je bent nog niet geabonneerd op ons YouTube kanaal, dan kun je dat gelijk even doen via het knopje hieronder. En dan zorgen wij ervoor dat je gelijk up-to-date bent
met onze nieuwste uploads. Mocht je nog iets willen delen over deze video, schroom dan niet om hieronder een reactie achter te laten. Dat vinden we altijd superleuk, want met elkaar zijn we nog sterker eigenlijk. En kunnen we elkaar helpen om het visualiseren nog meer te vergroten en daarbij ons droomleven nog meer te creëren. Dat is toch eigenlijk waar we allemaal ontzettend blij van worden. Goed, ik zie je graag terug in een volgende video.